ben er zo trots op. Hebben wij nu die relatie opgebroken? Waarom zit ik heel te klappen? Hou eens op. Alright. Let's do this. Let's do this. Hallo lieve mensen. Eindelijk weer een nieuwe, de slechtste brievenrubriek van Nederland. We're back. Yay. Duurt even. Klap voor mezelf. Zowel, het duurt even. En in sommige van de brieven die we gekregen hebben, word je daar ook wel even met je neus op de feiten gedrukt dat we misschien jullie een beetje te lang hebben laten wachten. Ja, sorry daarvoor. Even de borsten eruit. De slechtste borstenrubriek van Nederland. Nou, dat is niet waar. Nog één voor de duidelijkheid. In de slechtste brievenrubriek van Nederland behandelen wij jullie vragen die jullie per post of mail naar mij, naar ons toesturen. En daar krijg je vooral... ja, slecht antwoord op, laat ik het zo maar zeggen. En die vragen kunnen trouwens overal over gaan. Die kunnen over je moeder gaan, over ons, over jou, over wat je hebt meegemaakt. Gewoon een vraag wat je wilt stellen. Al moeten we je fietsband plakken. Hoe werkt het universum, zou je kunnen vragen. Ja. Nou, dat weten we niet, dus dan krijg je een slecht antwoord. Hoe weet jij dat ik het niet weet? Misschien weet ik het wel, maar ik zeg het gewoon niet. Oh. Voordat we verder gaan, wil ik nog even zeggen dat ik gewoon fucking genomineerd ben voor beste YouTuber door de Best Social Awards. En dat vind ik echt een gigantische eer. Want ik sta echt naast Stuk TV en Supergaande met tering veel volgers. En nou, ik vind het echt helemaal te gek. Je kan nog op mij stemmen tot 15 mei als je dat zou willen. Ik doe de link even hieronder in de beschrijving. En ja, ik wil dat gewoon zeggen, want ik ben er zo trots op. Ik vind dat echt heel tof. Wel stemmen. Ben als je ik, wil. Ben ik ook een beetje genomineerd dan, of niet? Het kanaal Dit Gebeurt Er Als is genomineerd. Ja? Want er is ook een beste dierenverkiezing en Gollum staat daar duidelijk tussen. Gollum is niet genomineerd. Nee, duidelijk. En ook terecht. Hallo, heb je Gollum gezien? Ja, niet zeker Gollum. Oké, over nu naar de brief van de week. De brief van de week. Deze is hem. Deze is hem. Het is een heel mooi kaartje. Kijk maar eens even wat een mooi kaartje. Skitterend. Komt ie. Liefste, leukste, geweldigste en gezelligste Max en Marije. Zo gezellig. Ja. Tering gezellig. Kijk met je moeder dan. Ik weet niet hoe of wat, maar ik zag een video van jullie bij suggesties staan en klikte erop. De video was zo leuk dat ik besloot alles te binge-watchen. Hashtag nolife. Ik ben nu oprecht fan en mis geen enkele video meer. Super tof. Ja, dat vind ik wel cool te horen. Hartjes. Hier is een jellybean. Ik besloot jullie dit kaartje te sturen omdat ik jullie wil laten weten hoe blij ik wel niet word van het kijken naar jullie en hoe jullie met elkaar in het experiment omgaan. Geweldig om te zien. Blij van hoe wij met elkaar omgaan. Please keep up the good work. Ik hoop dat jullie nog lang niet stoppen met het maken van YouTube video's. Tiny question. Nou, nu komt het hoor. Tini, wie is Tini? Ik en mijn vriend zijn uit elkaar na 4 jaar. Hashtag unbreak my heart. Enter Tony Braxton. Scheld hem alsjeblieft uit in de video. Oh. That will make me feel better. Ook al kijkt hij niet naar jullie. Hashtag you're missing out, buddy. Hij kijkt waarschijnlijk naar zijn nieuwe lelijke vriendin. Ja, dat vind ik leuk. Heel erg bedankt. Ik hou van jullie dikke knuffel van Jessica. Jeetje, Jessica. Oké, maar... Het is wel nieuw dit. Dit is nieuw. En ik moet ook nu iemand gaan uitschelden waarvan ik niet eens de naam weet. Nee, maar dit is natuurlijk de slechtste brievenrubriek van Nederland. Ja. Jessica heeft ons opdracht gegeven. Als ik de opdracht zo lees, vraag ik me eerder af, heeft die jongen niet gewoon gelijk? Ja, Jessica. Maar Jessica houdt van ons. Hij gaat verder met zijn leven en jij stuurt briefjes naar een YouTube kanaal. Nieuwe lelijke vriendin, ik vraag het mij af, Jessica. Dit gebeurt er als je gedumpt wordt. Ja, dit gebeurt er als je een upgrade kan krijgen. Dat is een beetje hoe het voelt. Nou, zeg. Ja, misschien is het wel goed om niet mijn video's te gaan binge-watchen en gewoon leukere dingen te gaan doen. Wat ik zeg, die jongen die dacht op een gegeven moment van, hallo, notice me! Ja. Jij hebt alleen maar naar ons alleen... kijken. Ja, precies. Hebben wij nu die relatie opgebroken? Dat is wel wat er misschien is dat wel wat ze wil zeggen. Het komt erop neer dat wij gewoon homewreckers zijn. Oh, dat zou echt heel erg zijn. Heel erg tof. Dat we op een gegeven moment na 3 jaar op YouTube gewoon 15 relaties hebben... naar de klote geholpen. Jij bent terecht. Ja. Nieuw doel.
Nou, Jessica, ik hoop dat je hier geen reet aan hebt. Ja. Blijf kijken, blijf klikken, blijf stemmen. Hou van ons. Volgende, zal ik de volgende doen? Ja. We hebben een loesje kaart. Een loesje kaart. Dat is wat Amsterdamse benozen. Ik raak altijd alles kwijt, behalve mijn kilo's. Zo een soort steek onder water naar mij? Oh. Ik ben zelf dik. Omdat Max in de vorige brievenrubriek natuurlijk die issue met de knoopjes had. Dat is wel waar. Dat is wel terecht. Dat is hier waarschijnlijk nog vol op. Oké. Okay. Ik heb het even wel reflex in mijn hoofd, sorry. Oké, allereerst super bedankt voor alle geniale filmpjes. Jullie filmpjes maken me altijd zo vrolijk. Hopelijk vinden jullie het nog lang leuk om te doen. Ik vind het helemaal niet leuk om te doen. En dan nu de allerslechtste opdracht van de dag. Praat een dag als Calimero. Wat? Nee. De allerslechtste vraag van de dag. Wanneer komt er een, wat gebeurt er als je een hele dag in achtbanen zit? Liefst Marieke de Jong. Nou, ten eerste, als fan zou je toch moeten weten dat er niks Marije bozer kan maken dan als mensen wat gebeurt er als zeggen in plaats van dit gebeurt er als. Dat is net even. Beetje hetzelfde als dat je me Marijke gaat noemen. Ja, dat is moeilijk. Maar de hele dag in achtbanen. Ik heb ooit één baan gehad, dat vond ik een hoop werk. Ik weet niet hoe je dat voor je ziet, maar... Secretaresse en bouwvakken. Ja. En, dus dat ga ik helemaal niet doen. Ja, dat is je antwoord. Ja, we zijn allebei werkloos. Hou we lekker zo. Werkloos voor life. Dank je Marieke de Jong. Ja, dankjewel voor je kaartje. Ik vind het wel echt superleuk. We gaan hem weer ophangen. Ja. Volgende moet maar een van de kinderknutsel avonturen zijn, denk ik. Dit is heftig. Wow. Alle hartjes zijn ook gewoon handgetekend, jongens. Het is een soort Louis Vuitton, maar dan met slecht getekende kinderhartjes. Het is niet echt Louis Vuitton. Ik kan zo'n kettingje aanhangen, dan heb je een vetje hand. Oh ja, als je nu inmiddels denkt van, oh, ik wil ook nu eens een brief sturen naar Max en Marije, wat ik aan de hand van onze antwoorden niet echt verwacht, dan staat dat adres ook hier in de beschrijving daaronder. Nee, oh, er zitten weer dingen in. Oh jee, oh, dan ben ik weer stof. Ik haat brieven waarvan ik moet stofzuigen. Het zijn dan van die gelukspoppetjes. Ja, het zijn gelukspoppetjes. Gelukspoppetjes. Dat vind ik lief. Ik vind nu wel lief. Ga maar hoor. Oké, terwijl Max zich mooi maakt. Maakt? Ja, maakt. Lieve Marije en Max. Wij zijn Marta en Christy. Wij zijn al heel lang vriendinnen en we hebben twee vragen voor jullie. Oh, dat vind ik cute. Ja, en het is ook echt een mooie... Het ziet er meer uit als een soort gecorrigeerd proefwerk, maar oké. Oké, vraag 1. Hoeveel chocoladerepen liggen er nu in jullie koelkast? Wij houden trouwens ook heel veel chocolade. Ik ga even kijken, want volgens mij valt het tegen op dat moment. Ja. Toch? We zijn even gezond aan het doen. Dit is echt heel ernstig. Dit is echt je credibility gaat door... Het is ongekend. Dit is al in 8 jaar niet zo weinig. Het enige lullige reepje wat we hebben is dit. Ja. En die is ook nog eens half opgegeten. Love Shark Extra Pure. Dit is nog nooit gebeurd. Nee, ik schaam mij een beetje. Ik ook. En nu heb ik zin in chocolade. Oké, vraag 2. Is het niet moeilijk om voor Poekie te zorgen omdat hij blind en doof is? Poekie is trouwens... Zeg het weer. Poekie is trouwens zo schattig en lief. Ja, het is heel lastig. Ten eerste heet die kat Gollum. Maar ik snap dat je denkt dat hij Poekie heet, want ze noemen hem allemaal. Gollum is een Poekie. Ja. Poekie is gewoon een kat. En Gollum is een kutbeest. Dat doen we zo. Omdat ze tegelijk zijn. Oh ja, superleuk. Couple goals. Gollum is een kat, ze is niet helemaal blind, ze is wel doof en dement. En als iemand er wil hebben, let me know. Ja, want ze houdt je s'nachts echt wakker. Wij slapen al 1,5 jaar niet. En nog zien we er zo uit. Ruik hier. Oh, nu zit mijn lipstick erop. Lekker. Ah, heel lief Marta en Christy. Oké, laten we de laatste doen. Ja, gaan we nog eentje doen? Ja. Het is een kaartje. Chocolate understands. Beste Marije en Max. Oké. Ik zei toch dat het confronterend zou worden met hoe lang we al sommige brieven hebben en we nog niks gedaan hebben. Ja. Eerste zin. Het allerbeste voor 2018. Oh. Het is nog maar 5 maanden in 2018. Het is bijna juni. Dit doet... Oh, ik schaam mij. Oh. Ik schaam mij wel. Maar jij ook de beste wensen. Ja, hey. Topper, maak er wat van. Hè? Ja. Het allerbeste voor 2018. Veel chocolade en kaasvlees toegewenst. Nou, dat is al mislukt, hè? Heb je al gezien? Omdat ik het vermoeden heb dat... Uitgaande van de huidige brieven in de rubriek, haast alleen de brieven komen van middelbare scholieren, dacht ik daar eens verandering in te brengen. Ik ben namelijk 3. Oh nee. Ook ik, met mijn 25 jaar, kijk met veel plezier je filmpjes. De uitdagingen, versprekingen, enthousiasme, het geklaag, slechte grappen en ook soms minder subtiele seksgrappen van Max zijn hilarisch.
Hoezo niet subtiele seksgrappen? Piklul! Oh. Dat is echt hilarisch. Wat een goed grapje. Heerlijke wegkijk-tv waar je zonder moeite naar kan kijken. Ik vind dit een mooi compliment. Ja. Ga zo door, liefst uit Groningen. Ja, dat is weer jammer. Maar ja, daar wonen ook mensen. Ah, oh, Groningen is hartstikke leuk. We waren laatst in Groningen, dat was vet leuk. Ja, omdat we wisten dat we weer weggingen. Gineke. Een van de haast uitgestorven generatie die met regelmaat kaartjes verstuurt. Vet tof. Ik vind dat geen slechte eigenschap. Nee, hou dat erin. Mensen moeten meer kaartjes sturen, dat is leuk. Ze is ook PS, fan van het feit dat er nog fans bestaan van Blink-182. Natuurlijk, als je niet van Blink houdt, dan snap je niks. Letterlijk nul vragen in deze brievenrubriek. Oh ja. Dus, nou ja. Volgende keer beter, Gineke. Oké, jongens, dat was hem eventjes. Een snelle brievenrubriek. Ga naar de site van de beste social media. Stem op dit hoofd. Zorg dat ze de beste YouTuber van Nederland wordt. Tenminste, dat ze daarvoor verkozen wordt. Is ze niet, natuurlijk. Wij zijn heel snel weer terug. Dit keer echt. Stuur vooral weer brieven en vragen en mails. Dan kom je op onze wall. Super bedankt. En waarom ben ik zo in mijn handen bezig? Want waarom heb je ook over een wall? We hebben overal door het hele huis willekeurig brieven liggen. Er is helemaal geen wall. Nee, maar we willen toch een wall maken? Wall. 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 Wow. Oké, jongens, bedankt. Ik zie jullie snel. Bedankt voor het kijken. Waarom zit ik de hele tijd te klappen? Hou eens op.